Goedendag kijkers en welkom bij de Koffiebreak. We nemen inderdaad een koffiebreak en dit is het programma waarin wij praten met hele interessante vrouwen. Ik zit hier te Daily Cuisine Puur en dat programma komt tot u met de complimenten van Mico en Puro Koffie. Wie de gast is, dat ziet u nu. Mijn gast van vandaag is Rosita Leeflang. Rosita, welkom. Dankjewel, Marciano. En Rosita ken ik echt al heel, heel lang, toen ze nog een klein meisje was, zal ik zeggen. We zijn elkaar een tijdje uit het oog verloren, maar we hebben nu weer regelmatig contact. En Rosita is gewoon een vrouw die ontzettend veel doet. We zitten hier met koffie. Ben je een koffiedrinker? Ja man, ik heb zelfs een koffie-event georganiseerd. Wow, daar komen we straks op terug. Ja, dus dat. Maar ik hou inderdaad van koffie. En jij hebt besteld? Latte macchiato. En dat is? Melk, koffie en schuim. Oké, ben jij een echte koffiedrinker? Ja, ik ben een echte koffiedrinker. Je staat op met koffie? Niet per se, maar ik wil wel graag een kopje koffie elke dag. Voordat je van start gaat, bedoel je? Nee, niet per se. Dus eigenlijk als het 3 uur 's middags is en ik kom uit de zon, kan ik gewoon koffie drinken. Oké. 7 uur 's avonds, 8 uur, voor mij maakt het niet uit. Ik vind dat een echte koffiedrinker. Ja, dat denk ik ook, ja. En wat doet die koffie met je? Ik vind het gewoon lekker. Eigenlijk doet het niks. Wat ik lekker vind aan koffie, hij moet wel een beetje bitter zijn. Dus het moet niet watra watra zijn. Mm-hmm. Ik moet wel koffie proeven. Ja. En de beste manier om koffie te drinken is gewoon zwart. Zonder suiker, zonder melk. Maar af en toe dan maak je uitstapjes zoals deze macchiato. Ja. En een dag zonder koffie is geen complete dag? Jawel. Ja. Ik ga soms gewoon dagen zonder koffie. Maar wat ik wel lekker vind in het buitenland, ik zoek wel altijd de leuke koffieplekjes voor lekkere koffie. Oké, dat is een echte koffieliefhebber. Absoluut. Maar we hebben Rosita hier niet alleen maar over koffie te praten, maar Rosita is een vrouw die ontzettend, ontzettend veel doet. Laat me beginnen met, zal ik het noemen, Rose Eternal Media. Ja. Jij bent de directeur van Rose Eternal Media. Hoe kwam je op het idee om... Nee, laat me vragen, wat is Rose Eternal Media? Rose Eternal Media is een productiebureau. Okay. En de naam is eigenlijk afgeleid van mijn eigen naam. Rosita voor Rose en Eternal voor Leef Lang. En die heb ik gewoon samengebracht. Eigenlijk gewoon freedom of met spelen met woorden. Mm-hmm. En een productiebureau, ik organiseer van alles, maar ook voornamelijk mijn eigen events. Oké, en toen je van school ging en... iedereen denkt na van wat ga ik later worden. Was dit het wat jij gedacht nee, had? Nee, absoluut niet. Om eerlijk te zijn, ik sprak tot niemand toen ik klein was. Ik kreeg fonfon, want ik wilde bij niemand logeren. Mijn moeder heeft ontzettend veel moeite met me gehad om te praten met mensen. Dus dat ik vandaag aan de dag dit werk doe, dat snap ik nog steeds niet. En dat je bij de radio en de televisie zit en je praat, dat is... Ja, ik vind het heel raar. Maar dat komt ook door mijn moeder, want ze heeft me letterlijk... gesodemieterd naar de radio om daar te gaan werken. Ja, dankjewel, want, mama. Ai, toch? Maar goed, vanuit Rose Eternal Media, we komen straks terug op radio en televisie. Mm-hmm. Doe je een heleboel dingen, voer je een heleboel projecten uit, waarvan denk ik dat van de Kaseko en de jazz wel twee hele opvallende zijn. Zijn dat echt jouw muziekstijlen? Ja, absoluut. Ik heb van jazz leren houden. Het was geen stijl waar ik naar luisterde. Mm-hmm. Maar ik heb ervan leren houden. En toen ben ik het ontzettend gaan waarderen toen ik zag dat we ook onze eigen Kaseko jazz hadden. En hoe moeilijk de jongeren het ook hadden om het in leven te houden. En door mijn bestuurschap, commissieschap bij Suriname Jazz Festival 6 jaren lang, had ik ook de mogelijkheid om dat soort dingen te doen. Mm-hmm. Dus die liefde is alleen maar meer gaan groeien. En sinds een paar jaar, eigenlijk sinds 5 jaar, doe ik International Jazz Day in Suriname met altijd het accent op onze jazz. Mm-hmm. Wat vind je mooi aan jazz? Eigenlijk dat je niet weet waar het naartoe gaat. Ik hou van nieuwe dingen en dat het niet te veel geregeld is. Je zit plotseling en dan plotseling gaat iemand in een solo of ze gaan een richting op waarbij je denkt, een bekende tune is dat. Dus het is een stijl waarvan je moet leren houden. Er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen van, als ik naar jazz luister, moet er gezongen worden. Ik heb dat niet. Mm-hmm. Maar je moet ervan leren houden en ervan leren genieten. En het brengt mij tot rust. Mm-hmm. En Kaseko, dat is zeg maar de Surinaamse muziek. Ja. Vind je dat het te weinig gepromoot in beeld is? Absoluut. Veel en veel te weinig. Toen ik op de radio begon, ik weet altijd, het was voor mij echt billenschudden muziek. Zoals we dat vaker doen. Feestmuziek wordt het genoemd. En tot ik een paar jaar geleden zag van, maar eigenlijk, er is bijna nooit meer iets goeds dat met Kaseko te maken heeft. Waaraan kan dat liggen?
En ben ik op onderzoek uitgegaan en van het een kwam het ander. En ik ontdekte ook de waarde cultureel erfgoed van, mm-hmm. van Kaseko. En dat het bijna verdwijnt. Ja. Dus in mijn vrije tijd, want het is gewoon een hobby dat ik ben begonnen. En daarmee probeer ik de Kaseko weer tot leven te brengen. En het lukt. Ja, en zonder voorkeuren uit te spreken. Ik denk dat je geen Surinaamse Kaseko kan noemen zonder Lieve Hugo. Daar heb jij ook programma's aan gewijd. Wat spreek je zo aan in Lieve Hugo? Lieve Hugo is, sowieso als je naar Lieve Hugo kijkt, kan je niet anders dan beginnen mee te dansen. Maar Lieve Hugo heeft ook baanbrekend werk verricht als het gaat om de Kaseko buiten Suriname. Hij is met Orchestra Washboard naar Nederland gegaan, mm-hmm. heeft daar furoren gemaakt en ze hebben hem gevraagd om te blijven. Vervolgens richtte hij zijn eigen band op, de Happy Boys, en daarmee heeft hij dus Kaseko muziek gemaakt waar we tot de dag van vandaag op dansen. Tijdloze, hè? Tijdloze Kaseko muziek. En in Europa, hij heeft opgetreden overal. Hij werd naar Suriname gehaald 3-4 keren per jaar in 74 en 75. Het is eigenlijk van onschatbare waarde wat Lieve Hugo heeft betekend voor de Kaseko. Mm-hmm. En wat met al je promotie van Lieve Hugo, wat wil je Suriname meegeven van deze man die we even lichten uit het totale arsenaal? Ja, ja, absoluut. Kijk, we moeten onze eigen mensen waarderen. We doen dat nog niet genoeg. En ik heb het nu over de muziek, maar het gaat ook over de sport. Het gaat over elk gebied. Artsen, onze eigen mensen, wat van ons is, moeten wij eerst waarderen. Voordat we kunnen zeggen, en helaas worden de mensen vaak in het buitenland eerst geëerd, dan zien we ze en daar gaan wij overnemen. Nee, wij moeten onze eigen mensen eren. En vooral overdragen aan jongeren. Want als wij het niet geven aan de jongeren, gaan ze ook niet weten hoe of wat of wie. Ja. Dus daar gaat het om. Maar goed, jouw activiteiten stoppen niet bij jazz en bij Kaseko. Dan moet ik even wat suiker doen in mij. En die koffie is echt lekker. Ik proef echt koffie. jouw activiteiten stoppen niet daarbij. Jij hebt heel veel te maken met, en misschien weten sommige mensen dat niet, de chefs. Associatie. Ja. Ja, toch? Dat, je bent er dik bij betrokken. Wat is jouw rol in dat geheel? Ja, sinds een jaar ben ik de voorzitter. Vraag me niet hoe dat is gebeurd, maar de chefsassociatie ging eigenlijk per ongeluk. Omdat ik zo hoog van organiseren werd meegevraagd om te helpen met organiseren. En 5 jaar later zit ik er nog steeds bij. Ik moet wel zeggen dat ook daar ik ontzettend veel appreciatie heb gehad voor chefs en bartenders en pastrychefs. Want het zijn echt lange uren die we maken bij de associatie om ook daar het werk vanuit Suriname ook voor te zetten. Maar de chefsassociatie is iets wat ik er wel graag bij doe. Ik heb ontzettend veel geleerd, want ik weet te koken thuis. Maar de chefsassociatie is natuurlijk een andere vorm van koken, bereiden. Maar wel ook heel leuk om te doen. Mm-hmm. Ja. Maar goed, en als mensen dachten dat alles was, Rosita, haar stem hoor regelmatig op de radio, haar gezicht zie je regelmatig op de televisie. Het presenteren maakt niet uit radio, televisie. Ik denk dat iedereen op de een of andere manier rolt in dat vak. Ja. Hoe ben jij daarin gerold? Ja, eigenlijk vanuit de radio is dat natuurlijk begonnen bij de SRS. En toen werd ik gevraagd door Ben Vazal. Van wil je bij de televisie komen? Ik heb daar mijn screentest gedaan en volgens mij nou, na een maand stond ik live op de televisie. Dat is intussen 20 jaar geleden. En ik heb ook voor de krant geschreven, voor de grootste krant van Suriname. Dat heb ik 11 jaar gedaan, de ware tijd. En MC doe ik natuurlijk ook. Maar ik vind het gewoon fijn om mensen bezig te houden en om te babbelen. En nu op de radio weer, 4 jaar bij Radio 10 inmiddels. Ik vind het gewoon fijn om met mensen bezig te zijn en vooral om informatie te verschaffen. Ja, en als je al die activiteiten noemt, dan vraag ik me toch wel af van die dag die heeft 24 uren. Je moet slapen, zeg maar 7, 8 uren. Dan blijven er 16 over. Zoveel activiteiten. Hoe doe je dat? Schema's maken, inplannen. Ja. Ik heb LMI gedaan, Leadership Management International, en daar leer je plannen. En ik heb het echt geleerd. En ik maak geen grap met mijn slaap. 'S morgens voor 9 uur ben ik niet te bereiken. Mijn telefoon staat gewoon uit, want mijn hoofd moet tot rust komen. En dat zijn van de dingen die ik voor mezelf toepas om ervoor te zorgen dat een lange en drukke dag wel gewoon in dezelfde volgorde door kan gaan. En ik begrijp dat al deze activiteiten zijn ook je hobby. Ja. Het is je hobby, je werk geworden. Ja. En toch zullen er momenten zijn waarop je moet zeggen, ik wil echt ontstressen, ik wil relaxen. Hoe relax jij? Muziek
of naar goede muziek luister, of ik ga lezen. Ik hou ontzettend veel van geschiedenis. Dus dan ga ik dingetjes zoeken op internet over Surinaamse groepen, muzikanten, mensen. Dan ga ik een beetje lezen. Als er een goede film is, maar daar ben ik niet zo altijd voor te vinden. Ik Netflix wel veel, als ik het echt nodig heb. En ja, en zo niet pak ik het vliegtuig, want als ik hier blijf, blijf ik werken. Oh ja, dat is een goede vakantie, ja. Ja. En zeg maar, sport en uitgaan en dansen, ja. Doe je dat nog een beetje? Nee, sporten helaas niet. Ik beloof mezelf al een hele tijd dat ik terug moet gaan naar mijn zwemlessen, want ik kan helaas nog niet zwemmen. Wow. Ai, Maar het was een goede voornemen van 2 jaar geleden, maar het gaat komen. En uitgaan, bijna niet. Een deel van je werk is al uitgaan. Ja, absoluut. Ja. Gebeurt ja. In de avonduren, entertainment, ja. Etcetera, etcetera. Ja. Ja. En als je van al die activiteiten zou moeten zeggen, iemand zou een mes op de keel houden en zeggen, mm-hmm. Je moet één kiezen waarmee je verder moet en de rest moet laten. Welke zou het zijn? Muziek, Surinaamse muziek. Omdat? Oh. Omdat ik vind dat we er op een dag wel een Grammy Award mee kunnen winnen. Maar we moeten de effort erin stoppen. En ik geloof erin dat we een award gaan winnen op een dag. En hoe zie je dat? Hoe zou dat moeten? Dringt Surinaamse muziek voldoende door, zeg maar, in onze regio, internationaal? Nee, nog niet. Omdat het ook nog niet als zodanig bekend is. Kijk wat er gebeurde toen Square One met Faluma op de markt kwam. Ik was laatst in de uitzending van De Wereld Draait Door in Nederland bij de Kaseko-uitzending, bij de Suriname-uitzending. En de hele studio, zelfs boeren stonden op een gegeven moment en konden onze muziek appreciëren. Het gaat om het naar buiten brengen. En er zijn wel mensen die dat doen, maar we moeten ook een beetje verder kijken dan Nederland zelf. En inderdaad, 14 miljoen mensen in het Caribisch gebied, moeten we daar niet beginnen. Denk aan Kassaf, hun muziek is gewoon in de hele regio super populair. Mm-hmm. Maar de initiatieven moeten komen. Het heeft niet altijd met geld te maken, het heeft ook vaak te maken met wilskracht. Maar die twee moeten elkaar vinden en dan kunnen we onze muziek gaan exporteren. Ja. Als je over de regio praat, zijn we een beetje een buitenbeentje, denk ik. Ook qua taal en zo. Maakt dat het moeilijker voor ons om door te dringen? Ik geloof niet dat met muziek door te breken taal een probleem hoeft te zijn. Maar wij moeten onze mind er wel toe gaan zetten dat dat niet het probleem is. Maar dat onze eigen doorzettingsvermogen en vrije wil om iets te gaan doen, daar begint het mee. En een beetje kritisch heb je het idee dat Suriname haar eigen muziek niet voldoende waardeert? Helemaal met je eens. En ik zeg niet 100% van de Surinamers, maar het mag veel en veel meer. En het komt langzaamaan op gang, maar het mag echt veel meer. Om een klein gek voorbeeld te geven, als ik Surinaamse muziek afdraai op de radio, soms, dan zijn er mensen die bellen en zeggen, mevrouw, kunt u niet alleen Surinaamse muziek afdraaien? Ja. Dus dat soort dingen. Dus die mensen zijn er ook. En ik ben benieuwd, hoe reageer je dan? Ik ga juist meer Surinaamse muziek afdraaien. Ja, toch, maar dan moet je het gaan leren. Ja, moet het leren, zo. Ja. Oké, als je nu kijkt, je doet dit, mm-hmm. Als je over 10 jaar jezelf ziet, waar zie je jezelf met al deze activiteiten die je nu doet? Blijf je het doen? Ben je van plan andere dingen te doen? Ben je van plan uit te bouwen? Zeker uitbouwen. Ik denk aan duurzaamheid. Hoe ga ik daarmee verder? Ik heb ook een stichting waarmee ik projecten uitvoer. Dus met die stichting wil ik inderdaad wat meer duurzame projecten gaan uitvoeren. En eerlijk gezegd, ik denk aan het opzetten van een Surinaamse Hall of Fame. En dat zal maken dat ook geslachten heel lang hierna kennis zullen maken met goede Surinaamse muziek. Mm. En als je nu terugkijkt, zeg maar, op je leven, je school gaan, beginnen mm-hmm. met werken, ben je verrast over jezelf? Absoluut. Ja? Ja. Ik had niet gedacht dat ik een bekende persoonlijkheid zou zijn om daarmee te beginnen. Niet gedacht dat ik een voorbeeldfiguur mag zijn voor mensen, dat ik groepen mag trainen, dat ik eigenlijk de dingen kan doen die ik wil doen. Mm-hmm. Nee, ik had dat niet gedacht. Ik had meer gedacht dat ik maybe kind of some boring job somewhere zou hebben op een kantoor of zo. Oké, onze break loopt te einde, we moeten zo meteen weer gaan werken. Ik wil toch nog één vraag stellen. Een bekend persoon, een bekende Surinamer, is een beetje cliché, maar goed, mm-hmm. Je bent een bekende Surinamer. Het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen. Wat weegt voor jou zwaarder? De voordelen. Omdat ik vind dat we dat moeten gebruiken om anderen die niet in de gelegenheid zijn en misschien dingen niet zo snel zien. Soms zeg ik wist wel dat je de kansen die jongeren nu hebben, dat ik ze ook had toen ik jonger was.
Maar ik vind dat je als bekende Surinamer je status moet gebruiken om anderen, en of het nou jong of oud is, te inspireren om ook goede dingen te doen voor Suriname. En laten we al het andere erbuiten laten, want ik werk ondanks alles. Mm-hmm. Ik ga gewoon door omdat ik vind, ik hou van mijn land. En de manier waarop ik van mijn land hou, laat ik zien door mijn handelen. En handelen wil zeggen dat je anderen ook moet inspireren. Ja, goed. Ik denk dat veel mensen dat voorbeeld kunnen nemen van Rosita Lieflang. Rosita, we moeten echt weer aan het werken. Onze break is voorbij. Mm-hmm, yeah. Maar ontzettend blij dat je geweest bent. Ja. Als je een keertje laat bent opgestaan en je moet je koffie meenemen, Kijk. Dan krijg je een koffiekan van ons. Dankjewel. Wordt alles warm. Perfecte cadeau. En ik ga hem zeker gebruiken. Oké, dat weet ik wel. Bedankt voor je bijdrage. Ja, dankjewel. Dat was het voor wat betreft Koffiebreak. We hadden in het programma Rosita Leeflang. Hopelijk heeft u daarvan genoten. En wij zien u heel gauw terug. Goeiedag.